Wat ik mooi vind aan het controlevak is dat je in het hart van de organisatie staat. Er is een probleem, ik moet snel inspringen, processen begrijpen en meteen eigenlijk kunnen starten. Met mijn achtergrond kom ik daar al heel eind. Ik heb zelf een bedrijfseconomie achtergrond. En het werd ook tijd voor een verdieping daarin. De nieuwe controle die zit echt aan het begin van het proces. Die zit vooraan op de wagen, terwijl de ouderwetse controller die zorgt voor ex post informatie. En daar hebben we vandaag de dag niet zo heel veel meer aan. Nou, wat ik van een controller vooral verwacht, en dat moet een goede opleiding ook bieden, dat ze ten eerste de praktijk aanschouwen en hun eigen mening vormen. En die eigen meningen vormen doen ze met behulp van de theorie. Dus eerst praktijk en dan reflectering naar de theorie. Want wij gaan niet voor een diploma, wij gaan voor meer dan een diploma. We willen gewoon dat iemand beter wordt in zijn werk en resultaat gaat realiseren in zijn werk. Controle van tegenwoordig die gaat ook echt mee met het managementteam en die gaat mee beslissen, mee praten over oké, we hebben nu de situatie als volgt, wat gaan we daarmee doen? Bepaalde zaken moet een controller gewoon inzicht hebben. Hè? Dat is accuratesse, dat is een bepaalde vorm van snelheid en natuurlijk een bepaalde liefde voor cijfers. En de goede controller die redeneert vanuit de commercie. Die denkt na wat de klant nodig heeft en die durft en die kan ook de vertaalslag maken naar controletechnische aspecten die we dan binnen dit bedrijf moeten regelen om onze klant zo goed als mogelijk te helpen.